gewassen, wordt de vrucht tot pulp gekauwd en al het gezonde eruit gezogen. Het lukt zelfs zonder tanden. Niet moeilijk dat Bompa ze lekker vindt. Dat kan smaken. Matthias Goenaerts achter de microfoon. Het is eens wat anders dan op de rode loper in Hollywood. Ja, dat was al een goeie, Matthias. Maar ik zou het nog één keer doen en steek er toch maar een beetje meer smaak in. Ja, we kunnen het nog iets smakelijker maken, ja. Disney vroeg hem om de Vlaamse versie van hun natuurdocumentaire Chimpansee in te lezen. De acteur hapte meteen toe, ook al mag hij alleen maar vertellen. Ja, ik mag de aap niet zijn, hè. Dus ik had heel graag... Ik had heel graag de aap geweest, maar ja, het mag niet. En als je speelt in een film is het natuurlijk iets anders. Hè. Jij bent hier de verteller, hè? Dus je moet wat afstand nemen. Ja, een klein beetje afstand. Maar ik heb al heel snel de neiging om de aap te tangen. Dus, Wow. Wacht eens even. De gebroken stenen. Natuurlijk. Ja, dat hebben ze me nooit niet verteld, hè. Toch kan Schoenaerts het acteren niet laten. Hij geeft zijn chimpansee een Antwerps accent. Is dit een uitdaging voor jou nog? Een documentaire inlezen? Ik vind een uitdaging, het hoeft niet per se een uitdaging te zijn. Ik vind het een heel mooi verhaal en ik had zin om het te vertellen. En dat is al voldoende, vind ik. Heb je daar nog tijd voor, tussen al die drukke bezigheden? Blijkbaar wel. Voor sommige dingen maak je tijd, ja. Chimpansee, verteld door Matthias Goenaerts, is vanaf 6 februari in de bioscoop te zien. Er zijn 3 maanden verstreken sinds de kleine Oscar het lichtpunt werd in zijn moeders leven. Isha is dolgelukkig met haar zoon. Chimpansee vertelt het verhaal van Oscar. Die wordt wees, dus bij het begin van de film verliest hij zijn moeder. En staat hij er helemaal alleen voor. En die wordt geadopteerd later, ik mag nog niet te veel prijs geven, door een manneke. Wat iets heel uitzonderlijk is in het apenrijk. En dus er ontstaat een ontzettend ontroerende verhouding tussen Oscar, dat kleine aapje, en een alfamannetje. Ik ben ontslapen. Ik slaap nog altijd. Ze hebben 3 jaar gefilmd. Oorspronkelijk zijn ze naar de jungle getrokken om het verhaal te vertellen van Oscar binnen die specifieke gemeenschap. Maar ze hadden nooit gedacht dat natuurlijk op een bepaald moment die moeder zou overlijden. En op het moment dat die moeder overlijdt, denken ze, ja, nu houdt de documentaire op, want dat kind, de Oscar gaat wees blijven en die gaat sterven en het houdt op. En dan zijn ze getuige geweest van een klein mirakel. En dat heeft ervoor gezorgd dat die documentaire een heel aparte wending heeft gekregen, die uiteindelijk heeft geleid tot deze film. Wauw, lasse. Ik had onmiddellijk zin toen ik Oscar zag, dus de hoofdrolspeler van de film, wilde ik mij onmiddellijk ontfermen over dat klein schattig wezentje. En dat was voor mij al een reden genoeg om het te doen. Oh, er is het met die namere. Die slacht er altijd neffen. Allee, dan is niet zo kaal kapot. Miljaar. Die stemmetjes, dat is ook niet meer wat geweest is, hè. Jongens. Oké. Ik hou echt wel van natuurdocumentaires. Als ik al televisie kijk en ik begin te zappen, blijf ik daar meestal hangen. Ja. En als kind heb ik ooit een documentaire gezien, die heette Antarctica. Met muziek van Vangelis. Ging over poolhonden. Dat is toch wel... een heel beklijvende. Ik weet dat ik daar als kind echt weken niet goed van was. Want op een bepaald moment breekt er een stuk ijs af en schuiven die poolhonden onder het ijs. Dus heel drama. En als kind was ik daar echt heel erg door aangedaan. Ergens diep in Afrika, niet zo lang geleden, een groot regenwoud. Ja, dat vond ik dus nogal droog, dus ik kon dat even anders aanpakken. Ergens diep in Afrika, niet zo lang geleden, een groot regenwoud. Voor mij vertrekt het altijd bij hetzelfde. Wat wordt er verteld? En ik vond het lot van dat klein baasje vond ik zo ontroerend. En ik dacht, oké, ik doe het. En dan doen we nu de Vlaamse-Waalse versie. Een machtig, magisch rijk, nauwelijks aangehakt door mensenhanden. Ik vind dat we hiervoor moeten gaan. Nu kwam het goed uit. Ja. Ik heb een aantal weken in België doorgebracht en dus spanningsgewijs ging dat perfect. En het gaat ook om 2 dagen, 2 keer 4 uur. Dat zijn nu niet de meest onoverkomelijke dingen. Er is een nieuw leven. Een pasgeboren jongetje. Ik heb telefoon, excuseer, sorry, ik moet even een pakje. Dit is de tandarts. Ik moet naar de tandarts. Ik heb zin om de dingen te doen. Ik heb de afgelopen 2 jaar eigenlijk
alleen maar de film Rust and Bone gedaan. En dan Blood Ties. Dus ik heb eigenlijk afgelopen jaar nu meer promotie gedaan dan op een set gestaan. En daar had ik even genoeg van. Het ongeduld onder Scars mannen neemt toe. Ze willen de notenbomen veroveren. En menig mannetje aast op het leiderschap. Het kan nog droger, hè, als je wilt. Ja, maar Nee, maar... Gratis, hè? Het is niet gratis.